Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe update. Dit is een speciale boodschap eigenlijk voor de 5-5 Engelenpoort. Bevrijdingsdag, energie wat intenser kan zijn, maar ook het stukje leven weer vieren, het ontkoppelen van energie wat gewoon niet meer bij jou hoeft te zijn, wat ja, klaar is. Ik heb een bepaald dek even klaargelegd. Om vandaag dus met jullie te gaan kijken wat er naar voren mag komen. Wat de energie is. Welke boodschappen er komen. Neem het stukje mee wat van toepassing is. Laat de rest gewoon weer lekker los. Nu is het natuurlijk ook zo dat we nog de komende week de nieuwe maanenergie hebben. En dat zal ook nog wat energie met zich mee gaan brengen. Hè? Want het overlapt elkaar wel een beetje. Ondanks dat we nu kijken voor die 5-5 poort. De energie van de nieuwe maan zal ook al een beetje voelbaar zijn. Tenminste, ik voel hem al nu. En dan kan het dus ook zijn dat jullie dat ook ervaren. Dat er een beetje verwarring gaat komen. Dat bepaalde weggestopte stukjes even weer naar boven gaan komen. En als dat het geval is, dan mag je er nu ook iets mee doen. En het kan in elke intensiteit opzetten. Maar weet ook dat jij intern eigenlijk de kracht bezit om dit dan ook gewoon om te weten te buigen of aan te kijken. We zijn eigenlijk veel verder als de meesten vaak toe willen geven of in willen zien. En dat is vooral het aardse stukje wat dan spreekt. Intuïtief voelen we al van alles. Maar omdat we het niet tastbaar hebben, durven we er nog niet volledig op te vertrouwen. En de komende tijd, vooral de energie die ik nu voel, is dat je daar een shift in gaat maken. Maar we gaan eens lekker beginnen. Wat mag er naar voren komen? Zo. Die vliegen er al snel uit. We hebben kleur, kaart 40. Ik hoop dat jullie ondanks de reflectie van het licht wel goed kunnen zien. Eens even kijken, zo ligt hij in beeld. En we hebben zielsliefde. Zielsliefde begint natuurlijk eigenlijk altijd wel in eerste instantie in jezelf. Hè? Dat jij een bepaalde stabiliteit hebt, uitleiding in jezelf. Ik heb het wel eens over die kundalini-energie, die uitleiding in je chakras. En dat is wat er de komende tijd gaat gebeuren. Kaart 33 maakt ook 6. 6 staat voor in de tarot natuurlijk ook weer voor de geliefde. We voelen hier ook echt vanuit ons spiritueel hart de verbinding. En die verbinding kan dus in vele manieren naar voren gaan komen. Ben je nu aan het kijken en heb je zoiets van yes, ik ben single. Er kan iets van een liefde op mijn pad komen. Dat zou kunnen. Maar dit voelt ook dat dit jouw energie is. Ben je aan het kijken en zit je in een relatie, kan het natuurlijk ook gewoon jouw energie zijn. Want het is niet verbonden per se aan een ander persoon. En liefde, zielsliefde, kan liefde op een heel diep niveau zijn. Maar het wil niet altijd zeggen dat dat op het romantische vlak hoeft te zijn. Dus even kijken, leggen we deze even hier neer. Hebben we een beetje meer ruimte op tafel. Dan pakken we er nog wat kaarten bij. Hij schiet er al omheen. Verbreed je horizon. Er ligt een heel nieuw pad op je te wachten. Verbreed je horizon en geniet van al het moois wat jouw pad gaat kruisen. Kijk eens hoe mooi dit is. Even kijken, zo zien jullie het beste. Dit is dus ook precies wat ik voel. Hè? Dat er misschien op dit moment even wat blokkering wat nog intern zit naar boven gaat komen. Maar je dit ook heel snel kunt ontkoppelen of in ieder geval jouw mindset gaat veranderen. En door jouw mindset te veranderen, door het niet lage in trillingsenergie te houden, kun je dus iets transmuteren en het dus naar het universum zenden. En het dus ontkoppelen.
En we hebben wijsheid. Je hebt heel veel kennis in je zitten. Het wordt tijd deze wijsheid te gaan delen. En dit voelt voor mij wat ik net zei. Intern heb je al zoveel. Intuïtief voel je al zoveel. Alleen weet jij het nog niet helemaal in het aardse stukje door te zetten. En dat gaat de komende tijd, en vanaf het moment dat je deze video ziet, gaat dit gebeuren. Ik neem deze video natuurlijk op met die 5-5 engelenpoort, die bevrijdingsdag energie. Maar dit wil totaal niet zeggen, als jij deze video op een heel ander moment ziet, dat die reading dan niet voor jou bestemd is. Want die energie is tijdloos. En die energie komt op jouw pad wanneer het voor jou bestemd is. En we hebben vergevenis. Al is een situatie nog zo pijnlijk, door vergeving geef jij je hart de ruimte weer te gaan stralen. En dat is dus wat er gaat komen. Heel erg mooi om deze kaarten eigenlijk met in deze volgorde ook bij elkaar te gaan krijgen. Want we hebben een periode gehad waar je best wel in een diepgang zat. Waarbij jij misschien niet meer zo kon genieten van alles om je heen. Omdat het allemaal te veel werd. Omdat het misschien te intens was. Omdat je niet wist hoe je er doorheen kon komen. En nu word je eigenlijk aan je hand meegenomen door dit proces heen. Door de spirituele wereld. En door dit dan te omarmen en op deze energie mee te gaan. Ondanks dat het in het aardse niet tastbaar is voor velen van jullie op dit moment. Vertrouw je er dus vanuit jouw intern hart of je spiritueel hart op, dat jij geleid wordt naar het allermooiste stuk wat voor jou bestemd is. We pakken eens even de tarot erbij en we gaan kijken wat ik er nog aan toe mag voegen. Onderkant dek krijgen we de 9 van munten. Dus die leg ik even hier neer. We krijgen de ster. We krijgen de 2 van zwaarden. De aas van zwaarden. 9 van bekers. En de lovers. Wauw. Oké. Nou, kijk eens. Fantastisch. Sommigen denken van, 2 van zwaarden, aas van zwaarden. Nee, supergoed. Want jouw energiestroom gaat geüpgrade worden. En alhoewel jij voor bepaalde uitdagingen komt te staan, trek jij aan het laatste eind. En weet jij in die fase weer te komen dat jij geluk weer naar je toe kunt trekken. Dat je weer van binnen ook echt die liefde door jouzelf heen voelt stromen. We krijgen de lovers erbij, voelt voor mij ook een stukje heling. Dat door heling jij weer kunt ontvangen op romantisch vlak of op platonisch vlak. Wat wel gekoppeld is aan liefdesenergie. Liefde is een breed begrip, zei ik zojuist ook al. En de groei die jij door gaat maken heeft te maken met jouw overal liefde. Voor het universum, voor mensen om jou heen, voor dingen om jou heen, dieren, alles. En als jij daar in die staat van zijn gaat komen, dan kun jij je horizon verder gaan verbreden. Weet je ook de intensiteit van het leven te omarmen met de diepgang erbij. En dan zul je ook merken van oké, dit is voor mij bestemd. Ondanks dat ik weer een stukje uit mag zuiveren, ik ga ervoor. Ik blijf optimistisch. Ik blijf eerlijk en oprecht naar mezelf, maar ook op eerlijk en oprecht naar de buitenwereld toe. Je gooit je masker af. Je verschuilt je nergens meer achter. En je gaat ervoor. Met de 9 van bekers en de 9 van munten. Dat is toch wel een heel duidelijk teken dat jij op het pad bent waar jij echt op mag zitten. En al heb je daar misschien de afgelopen tijd iets minder zicht op gehad. Je zit op het juiste pad. Je kunt zelf handig dat poortje openmaken. Dat poortje zit niet op slot. Die is gewoon dichtgeklapt door de zwaartekracht, omdat die schuin afgesteld staat. En als je dit in gaat zien,
Kun jij vooruit? Kijk eens wat voor mooie horizon er omheen staat, hè? Hoe verlicht zou jij je eigen voelen als jij niet al die belemmeringen meer om je heen hebt? De 10 van munten krijgen we daarbovenop. Het ware geluk ligt voor jou in het verschiet. En ben je nu aan het kijken, kan dit een tijdsbestek zijn voor de ene misschien binnen nauw en een korte periode, voor een andere misschien binnen nu en een jaar. Voor heel veel anderen misschien ook weer binnen nu en 2 jaar. Dat is afhankelijk van waar jouw zielscontract mee verbonden is. Jouw blauwdruk van het leven. En als je dat in gaat zien, dat jij geen touwtjes daarvoor in handen kunt houden, dan zul je merken dat het ook makkelijker gaat. Want als jij de touwtjes in handen wil hebben, of je wil de regie behouden in een bepaalde geobsedeerde kader, dan ben je dus eigenlijk alles in de pauzestand aan het trekken. Dus ook als je op zoek bent naar ware geluk, of dat het nou geluk in jouzelf is, of geluk met een partner, met een nieuwe partner of met je huidige partner, er zit een hele mooie stroming in. Maar ga dit loslaten in de zin van dat je er niet te geobsedeerd mee bezig bent. Want dan vorm je dus gewoon een blokkering in stroming. Want die overal liefde waar jij naartoe aan het groeien bent, heeft er ook mee te maken met het stukje loslaten en het overgeven aan het universum dat het komt door middel van de divine timing. Als je dit in gaat zien, kun jij iets sneller voor elkaar krijgen. Nu heb jij misschien de clue wel door van hoe het werkt met iets naar je toe trekken. Hoe je dat mag doen. Het kan ook zijn dat de persoon waarmee jij in connectie komt of staat, energetisch gezien of al in het aardse stukje, dat deze persoon daar nog niet helemaal bewust van is. Waardoor deze persoon misschien te obsessief is en iets te graag wil. En daardoor dus een stagnatie in de stromen creëert. Dus het kan van 2 kanten komen. Dus voel vooral welke tijdlijn jij zit. Of dat jij deze tijdlijn bezit. Of de persoon waarmee jij te maken hebt of te maken gaat krijgen. Oh, we krijgen er nog de 10 van munten bij. Nou ja, dit is gewoon pure geluk wat hier op tafel ligt. Als jij in deze staat van zijn bent, dan gaat de liefde stromen. Het kan zijn dat je te maken hebt met een persoon die wat jonger is in energie of qua leeftijd. Het voelt voor mij niet dat dit een hele groot verschil hoeft te zijn. Het kan ook iemand zijn die ouder in leeftijd is, maar gewoon een hele jeugdige energie heeft. Waar je dan ja, voelt van oké, het voelt voor mij echt heel fijn. Ik kan hierop doorpakken. We zitten op dezelfde golflengte. En of dat het nou een hij of een zij is, dat maakt allemaal niet uit. De passie tussen jullie is actief en zal ook heel snel geactiveerd worden. Krijg je de aas van munten onderkant dek erbij. Dus de stabiliteit die jullie op gaan bouwen, ligt hoog in het vaandel. De verbinding die jullie kunnen neerzetten, of dat het nou op romantisch vlak is of platonisch, het is een lifetime commitment die jullie beide aan zouden willen gaan. Dit wil niet zeggen dat dat ook pertinent gebeurt, want dat heeft ook met individuele lessen te maken. Maar wat ik hier zie, is het wel een steady verbinding die tot stand kan komen, waarbij je jezelf kunt zijn, waarbij je ook spiritueel connect. We hebben hier al 3 aasen liggen, behalve de aas van bekers. Maar doordat we hier al de 9 van bekers hebben en de 10 van bekers met de lovers ertussen, voelt dit voor mij wel al als een hoge verbinding die mogelijk is. En de chariot. Kreeft vissen energie. Dus misschien heb je met de kreeft of vissen te maken. Misschien heb je dit zelf in je charge. Het komt in ieder geval onverwachts. Op het moment als jij daar helemaal niet mee bezig bent. Als jij eigenlijk het gevoel hebt van oké, ik zit lekker op mijn plek. Ik ben alles een beetje aan het overzien. Ik ga lekker weer de wereld in. En in één keer ontstaat er iets. Dit kan dus zijn op het moment als jij dus dat los hebt gelaten. Waar we het zojuist al over hadden. Er gaat een nieuwe shift komen. Je gaat dus nieuwe inzichten krijgen waarom iets zo gelopen is.
waarom deze persoon of deze situatie nu tot stand aan het komen is. Waarbij je dus ook voelt dat er al langer een lijntje lag als waar je voorheen ja, misschien inzicht op had. En dat kan dus even binnen gaan komen. Dat besef kan binnen gaan komen. Oeh, kijk, ze zeggen pak de toren maar even weg. Onderkant dek. Wat we dan hebben is de twee van bekers. Die soulmate commitment. In het diepe durven springen om ook echt voor deze verbinding te gaan. En wellicht kan het zijn, wat ik al zei, het is een jonge persoon misschien qua energie, qua leeftijd. Het kan zijn dat het een heel ander type persoon is waar je normaal ja, misschien je eigen voor open zou stellen. Maar als jij eenmaal de verbinding voelt, dan gaan jullie er ook echt helemaal voor. We gaan er nog eens even een korte tijdlijn bij leggen. Okay, wat mogen we weten voor het hoogst haalbare goed van deze 5-5 Engelenpoort reading bevrijdingsdag? Kijk, nou, die vind ik heel mooi om hier te krijgen. Sommigen schrikken er misschien van, doodkaart. Maar voor mij voelt dit dat jij een cyclus hebt voltooid, waarbij jij dus nu mag gaan ontvangen in een heel hoog segment. En je hebt lang in een bepaalde fase gezeten, lang in een bepaald proces gezeten, waarbij je dus ook pijnstukken niet goed wist te omarmen. En door deze energie die momenteel dus actief is, maar ook nog gaat komen door de nieuwe maanenergie, zul jij, ondanks dat je in het aardse stukje geen zicht erop hebt, zul je wel die pijnstukken of situaties kunnen doorgronden. En dan komen er nieuwe opties binnen. En die optie heb jij gewoon nog niet in zicht. En dat is die twee van bekers die hier ligt. Je zit misschien lekker in je energie. En in één keer, bam, komt die extra beker erbij. Van de 9 naar de 10 bekers. Met die lovers ertussen voelt het voor mij, voor degene die dus aan het kijken zijn ook op romantisch liefdesvlak, dat dit echt wel een high commitment verbinding is die in het energetisch veld aan het ontwikkelen is. En je hebt hier in het aardse stukje misschien helemaal, ja, heb je niet bij stilgestaan of zo, voelt het voor mij. Het komt in ieder geval onverwachts. Kijk, de 7 van. En dat komt ook omdat jij in je eigen bubbel een beetje hebt gezeten. Oh, nou, ze vliegen eruit. Deze leg ik even terug. Wat krijgen we hier? 10 van bekers, de 3 van bekers en een harte zeer. Of in ieder geval de 3 van zwaarden. Het voelt voor mij dat we krijgen 3-3, we krijgen hier 7-7, we hadden net 9-9. Veel synchroniciteit, veel herkenning zul jij naar voren gaan krijgen. We hebben hier ook behoorlijk wat grote arcana kaarten. Dus er gaat een gigashift komen. Gigabevestiging gaat er komen. Dat jij het leven weer gaat vieren. Dat jij op dat punt mag gaan komen van die 10 van munten. En waarbij je je eigen weer kwetsbaar open durft te stellen. Waarbij je dus ook af en toe misschien weer tegen de lamp aan zult lopen. Maar dit kun jij heel snel weer transmuteren. Het is dan een soort schakeling die jij kunt maken. Omdat de diepe pijnstukken dan weg zijn, voelt de pijn die dan misschien nog even binnen gaat komen vanuit een situatie wat op dit moment dan misschien speelt, voelt minder intens en kun je dus ook omarmen. We krijgen weer die 3 van bekers. We krijgen dus weer de 10 van munten. Waar lag je net? Oh, hier. Het zal een schok zijn dat jij al zo ver in je ontwikkelingsproces bent. Het zal een schok voor je zijn dat jij die uitzuivering al verder hebt voltooid als waar jij zicht op had. En dat gaat in het spirituele stukje nu in zicht komen. En geluk staat aan jouw zijde. Page van staven. Het samenkomen kan ook zijn in de zin van het samenwerken. Maar stel dat jij iemand nieuw leert kennen op het romantische stuk, zal dit een succesvol stuk zijn waarbij je elkaar leert kennen. Misschien ben je een heel ander type persoon als waar je normaal mee zou willen connecten of zou gaan connecten. Waarbij je wel merkt van, oh, dit werkt eigenlijk veel beter als dat ik met iemand connect waarmee ik heel veel dingen exact hetzelfde heb, maar dan juist het belangrijkste stukje waar je op zou willen verbinden, dat juist niet actief is. En voor mij voelt het dat jullie meer op het stukje spiritualiteit
connecten, terwijl misschien een van jullie twee helemaal nog niet echt in die spirituele wereld bezig is, of dat stukje ontwakening, krijgt een ridder van munten. Het is wel een persoon die hierin aan het groeien is en samen met jou ook verder gaat ontwikkelen. En hij of zij maakt niks uit, hè, of jij het nou bent of de ander. Misschien ga jij iemand treffen die al verder in hem of haar ontwikkeling staat, dat jullie elkaar kunnen upliften. En als jij dit in gaat zien, dat alles gebeurt om een reden, dan kun je dus ook weer merken dat ik krijg weer de aas onderkant dek. Dus dat dit allemaal geregisseerd is door het universum, dat dit allemaal synchroon loopt met jouw zielsmissie, met het pad waar jij op bewandelt, niet alleen jouw pad, maar ook de pad van de andere persoon waarmee jij mag connecten. En wat ik al zei, het kan platonisch zijn, het kan romantisch zijn, het kan op werkvlak ook zijn, hè? Werkvlak is dan ook het stukje platonisch natuurlijk, maar dan even in een breder kader getrokken. Dus niet zozeer het stukje tunnelvisie, maar bekijk het vanuit het grote geheel wat deze verbinding met zich meebrengt, wat deze verbinding betekent. En ga dit intern voelen. En dan zul je merken dat deze verbinding er ook is, omdat jij al zo ver uitgezuiverd hebt. En je bent nog niet klaar met uitzuiveren, hè? Dat wil ik er wel op benadrukken. Want we blijven uitzuiveren tot aan onze laatste uitademing. Maar dit gebeurt wel in andere facetten. In andere trillingsenergieën. In diepere stukken van eventueel ook vorige levens, waarbij in dit leven de energie mag stromen en vrijkomt. En als je dat in gaat zien, zul je ook merken van oké, wauw, wat is dit een fantastisch pad waar ik op zit. En ondanks de pijn en de diepgang wat je misschien hebt ervaren, kun je hier dankbaar voor zijn. Kun jij het omarmen voordat jij dit mag ervaren in dit leven. Dus een hele ontzettend mooie boodschap wat we hier op tafel hebben gekregen vandaag. Ik ben ook heel benieuwd of dat dit met iemand resoneert. Of dat jij hier warm van wordt als je deze reading ziet. Laat vooral een berichtje of een like achter. Ben je nieuw op dit kanaal? Lijkt het me ontzettend leuk als je je eigen gaat abonneren. Dan pik ik ook jouw energie eerder op tijdens collectieve readingen. Omdat ik afstem op mijn kanaal. En dan hoop ik dat je een heel mooi tijdsbestek naar je toe laat komen. Dat je het omarmt, dat je je eigen niet een muur om je heen gaat zetten. Want de energie wat er mag komen is heel mooi. En dat gun ik je ook van harte. En omarm dit dan ook lekker. Laat dus vooral een berichtje achter of een like. En dan ben ik heel snel weer terug met een volgende video. Doei doei!